Ga je alleen maar zilver op zilver doen of ga je ook een andere kleur gebruiken? Hallo? Goedemorgen, het is donderdagochtend. Moet dat zo nou, ochtends? Ik ben aangekleed. Ik heb dit shirt aan van Vogue, spijkerbroek, Friends Connection. En weer mijn sneaker wedges van Guess, want ik kan nog steeds niks anders aan. Ik ben spullen even in een andere tas aan het doen. En dan ga ik Sarah naar school brengen. Ik zit weer in de auto en ik ga Sarah uit school halen. Dan gaan we naar mijn broertje, daar heb ik mee afgespreken. Nee, dat klopt niet. Ik heb niet met hem afgesproken. Sarah heeft eigenlijk met hem afgesproken. Dus ik ben chauffeur. Hoort ook in mijn taakomschrijving. En ik heb mijn laptop meegenomen. Dus als zij bezig zijn, heb ik voor mezelf wat te doen. Sarah heeft net allemaal boeken zitten bekijken. En ik heb een stukje geëdit en zo. En ze wilde ook nog heel graag gaan fietsen. Dus daar gaan we gewoon even kijken. Wie is die? We zijn weer thuis en Sarah de tand zit weer zo ongelooflijk los. Maar er zit zeg maar de nieuwe tand erachter en daardoor wil die er eigenlijk niet uit. En dat hadden we vorige keer ook, maar die andere tand wordt daardoor weggeduwd. Dus daar heeft ze zo last van. Dus we gaan het alsnog weer even proberen. Hij was er wel uit, maar hij lag gewoon nog in je mond omdat je wegdroeg. We dachten dat hij erin zat, maar hij was er gewoon uit. Ik heb hem eigenlijk in het papiertje. Hij is eruit! Weet je, er zo van geschrokken. Ik dep hem even. Hij is eruit! Ga kijken. Hij ging er zo uit. Ja, hij zit in het papiertje nu, anders valt hij. Kijk hier naar het bloed. Oh, bloed. Oh, dat was heel veel, hè? Ja, nee, dat lijkt heel veel. Kijk. Hier is je tandje. Kijk. Laat maar even je mondje spoelen. We hebben. Kijk of ik hem scherp krijg. Hij wil niet scherp stellen. Nou, tandje nummer 2! Yay! En dit is het potje van gisteren geworden. En Sarah gaat dat nu met van die glitterlijmstiften dan versieren. En volgens mij ga je alleen maar zilver op zilver doen. Of ga je ook een andere kleur gebruiken? Hallo? Het cadeau is af, alleen Marco kan zo thuiskomen, dus ik heb hem even weggezet voor nu. En als ik vanavond dan denk, laat ik hem dat maar even zien. Ik ga nu koken, we gaan lekker bami eten, dus ik moet even gaan opschieten. Sarah ligt op bed en Marco is even de deur uit, dus ik zal het potje nog even laten zien. Ik vind het echt wel heel leuk geworden, ook aan deze kant. Een hartje erop. En hij moet nu nog even flink uitharden. Ik denk dat het met de lijm best wel lang kan duren. Dus ik ga hem even wegzetten voordat Marco dadelijk bij binnen loopt. En dan ga ik weer verder met mijn serie. Ik was in slaap gevallen, dus ik ga nog even snel de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en ik zie je morgen. Doei!